Nou, en kijk eens, Jesse is er ook. Nou, even met kippaté op de foto, jongens. Oh, en er is al een 60 knuffel, jongens. Pip, we moeten echt gaan. Dan staat er te denken om foto's te gaan maken alsof we echt met het vliegtuig naar Mexico zijn gegaan. Op... Deze vis die zoekt gewoon echt contact met Pip. Nou, dit is ook een echte foto om te doen alsof we in Mexico zitten. We zijn de vliegers. Yes, welkom bij de vinden van. Groetjes! Ja, groetjes heel vinden van jullie. Ja, we gaan. We hebben net een gaas horen, we zien juist. We gaan naar de bisco toe en. Nee. Kinderen denken echt, ah, wat gebeurt hier? Oké, ja jongens, nou, we hebben dus een beetje haast. We gaan zo weer lekker verder praten, maar we gaan vandaag een leuke dagvideo. We gaan een hele leuke prank met jullie uithalen. Ik ben benieuwd of jullie erin gaan trappen. We gaan nu als eerste even naar de bioscoop, want dat is een hele leuke nieuwe film. En dat is... Sing 2! Yeah. Ja, nou die wouden we al heel lang zien, dus dan gaan we even lekker heen. En daarna gaan we iets heel erg leuks doen. Ja! Zo. Oké, om even te illustreren hoeveel haast wij hebben. Ik zal het hele van Pip, even Pip laten zien. Kijk. Oh, eerder nu gaat ze toch een beetje camoufleren nu. We hebben gewoon niet eens haar haren gedaan. Ze komt echt... Kleine broodjes. Ja, en ze heeft een of andere broodje. Die is ook nog niet op. Die gaat ze nou in de bioscoop opeten. De haren zijn nog niet gedaan. Dat is toch wel heel erg, hè? Zoveel haast hebben wij. Maar goed, we gaan nu snel naar binnen, want anders missen we de film, jongens. Kijk eens. Kijk, Pip, kijk, jouw oortjes. Wat schattig. Wat ben jij voor dier? Ko? Waar? Koala. Koala, ja. Nee, Pip, Pip, kijk eens. Huh? Kijk eens. Nou, nah, die oortjes, jongens. We gaan toch ook koala kijken? Ja, dit is toch de koala? Dit is de koala, kijk. Nou, en kijk eens. Jesse is er ook. Ja, oké, we gaan. Nou, nah, jongens. En wie zijn er weer eens? Te laat? Jij. Nou, wij allemaal. Wij zijn al laatst altijd gekomen en blazen. Oh, ja, oh, dat gaat. Oh, dat is echt. Je hebt beloofd wat, jongens. Nou, Sam die zit met zijn lekkere snoepjes. Pip is zo zeer bezig met de boterham. Hoeveel? Er is nog half een boterham in de bioscoop. Lekker, Pip. Pip die vermaakt zijn van de jongens. Ja, Sam, vind je het leuk voor hem? Oh, jongens en meisjes, ze zitten erop op GSM. Wat vind je van de film? Echt leuk. Ja? Alleen, we hebben de Sing 1 nog niet gekeken. Ja. Er komt nou ook nog een Sing 3, omdat ze een nieuw ding gaan doen. Ja, dus we gaan even deel 1 kijken en hopen dat er snel een deel 3 komt. Wat vond jij ervan, Jesse? Leuk, echt heel leuk. Nou, het zit erop, jongens. We gaan er vandoor. We gaan lekker naar de dierentuin. Nog meer diertjes kijken. Kijk, daar heb je al een aapje. Hij lijkt op die... Die hij kan praten. Waar praat een aap? Je kan hier met de kip van paté op de foto, maar wat zeg jij nou? Kijk, ik wil niet kip paté, maar ik wil kip saté. Oh, kip paté? Van de paté? Ja, hij zegt oh, zo. Hij wil liever kip saté. Hij is heel scherp, jongens. Nou, we gaan nog even op de springkussen, want er staat een heel groot springkussen hier. Oh, Pip is boos, want we gaan met kip saté op de foto. Oké, okay, ja, kom maar. Ga er maar naartoe. Ja, ga er maar heen. Ga er maar heen. Kijk eens. Ja. Nou, even met kip. Ik heb paté op de foto, jongens. Met de oortjes. Nou, yes. Misschien wil u nog wel een high five, Pip. Woe! Nou, Pip die kan geen afscheid nemen van, van kip saté, jongens. Ah, zeg maar doei! Oh, en dat is al een 60 knuffel, jongens. Pip, we moeten gaan. Oké, okay, nou we zitten hier nog heel even te wachten, want we moeten er nog een paar naar de wc. Maar Jesse, het is heel grappig, want we waren de film aan het kijken. Ja. En er was iets wat Jesse heel erg opviel. Ja, dat over het verhaal van de film. Mm-hmm. Dat het gaat als je iets wilt bereiken, dat je door moet gaan. Ook al zijn er heel veel tegenslagen. Ja. Als je het echt wil bereiken, moet je gewoon doorblijven. Ja, en dat is eigenlijk met wat wij hebben bereikt. Ook om hier te komen, zeg maar, een mooi YouTube-kanaal met heel veel lieve fans en wat dan ook. Ja. Om dat te bereiken hebben we best veel tegenslagen gehad. Ja. En ook echt momenten dat je denkt van, oh, mensen die zitten ons tegen. Of dingen lukken gewoon niet zoals we willen. Ja. Maar als je echt iets wil bereiken, moet je ook door die tegenslagen heen. En ik vond het heel mooi dat Jesse dat zei. En dat is misschien wel een goede les. Nou, je moet deze film zeker even checken en dan zie je waar we het over hebben. En weet je wat nog mooi is? Als jij abonneert! Dat zeker. Ja. Goed, wij gaan nu lekker naar de dierentuin en dan ga ik zo direct ga ik vertellen wat we voor grappers gaan doen. Ja. Ik ben heel benieuwd of het allemaal gaat lukken. Ja. Nou, Irma en Pip die zijn er ook. Ja. Ah. Wat gaan we doen, Sam? Wat? Naar het dierentuin. Naar het dierentuin.
dierentuin. We gaan naar de dierentuin. Kom maar, jongen. Daar, iedereen is al weer weg hier zo. Ja, doei. Ai. Nou, want hier staat het ook. Zing 2. Dit is jouw moment. Ja, nou, we gaan even door. Welke vond je het leukst, Jesse? Ik vond deze het leukst. De grote rockster. Ik de Buster Moon. Ja, ja, jij vond deze het leukst? Buster Moon, Moon. Wat vond jij het leukst? Ik vond dat meisje het leukst. Pip vond de meisje het leukst, die meisjes. Deze Porsche. Oh, deze. In verband met die regenboogkleuren vond Pip het leukst. Oh, oké. Okay. Ik vond deze ook wel heel schattig. Dit vond ik wel... Ja, dit was zo. Ja, ik zou. Ja, hey, maar we moeten snel gaan. Oh, niet deze kant op, andere kant. Yes, jongens en meisjes. En we gaan lekker naar een dierentuin toe. Vandaag zijn we al vaker geweest. Mooi, en deze dierentuin is als koud is buiten. We kunnen hier lekker naar binnen. Ze hebben hier zo'n desert en ze hebben een jungle, hebben ze hier zo. Allemaal lekker warm, dus daar heb ik wel heel veel zin in. We gaan dus naar de dierentuin en dan hadden we een heel leuk idee. Want we zouden eigenlijk, wat zouden we eigenlijk deze vakantie gaan doen? Want het is nu vakantie. Naar Spanje of naar Dubai. Ja, we zouden deze, zouden we eigenlijk naar Dubai toe gaan. En daarna gaan we naar Spanje, alleen dan gaat die door. Ja, dat is... Omdat papa pijn heeft aan zijn oor. Ja, omdat zoals jullie weten heb ik last van mijn oor. Dus de vakantie kan weer niet doorgaan. Kijk, hij moet ervan huilen, jongens. Maar nou hadden we een heel grappig en leuk idee om te gaan doen. Wat gaan we doen? We gaan naar Mexico. Naar Mexico, ja. Ze hebben hier dus een desert. Dat is een desert van Mexico. En dan staat er te denken om foto's te gaan maken. Op Instagram plaatsen. Op Instagram plaatsen. Alsof we echt met het vliegtuig naar Mexico zijn gegaan. Dat lijkt. Huh? Dat lijkt. Dat het lijkt, ja. Kijk eens van ons op Instagram gaan we foppen. En dan ben ik heel benieuwd. Wat denk je? Gaan we weer intrappen of hebben we zoiets van... Nee, dat is die dierentuin. Daar hebben ze dat. Wat denk jij? Half 50-50. 50-50? Ja. Weet de mensen, hebben die mensen wel gezien dat jij pijn hebt aan je oor? Hebben de mensen die video wel gezien, ja of nee? Dat is ook weer zo. Ja, misschien kunnen we... Oh, dan gaan we op Instagram eerst zeggen dat we nu eind... Oh ja, dat is weer zo. Nou, daar moet ik even over nadenken. In ieder geval, we hebben t-shirt meegenomen, we hebben zonnebril meegenomen. Dat lijkt het net echt allemaal. Nou, maar zoals je ziet, dit is niet echt Mexico. We hebben daar wel een Mexicaanse mens allemaal. Doe even... My salsa. My salsa. Nou, daar zat er nog eentje daar zo. Nou, dat is... Pip. Ja? Hey, luister. Gaan we ook kijken of wij koala's kunnen vinden? Ja. Misschien denken die koala's wel dat jij ook een koala bent. En dan zeggen ze, wat? Dat is een koala, Pip. Meen je dit? Is het van vroeger? Ja, wel ook. Is het van vroeger? Dus dat we toen naar het... Ja, dat was... Nee, echt. Wat? Mijn droom is uitgekomen. Je droom is uitgekomen? Ik ben weer terug bij dit stuk. Bij de desert. Bij de desert. Dat was vroeger een lievelingsstuk van mij. Echt? Nou, hé. Hey. Dat was ik heel blij. Dat vond ik heel mooi. Hey, maar ik stel voor, we gaan hier bushen. We lopen hier zo'n rondje. Dan gaan we naar de oceaan. En lopen hier zo terug en dan gaan we naar de desert. Okay. Ja. Nou, echt iedereen die Irmgard een beetje kent, die weet dat als Irmgard iets gaat navigeren, dat het echt nergens op uitkomt en dat we 20 keer op dezelfde plek komen. Nee, maar dat komt omdat je... Ga niet praten. Ik ga helemaal niks anders. Nee. Maar hebben ze hier, wat hebben ze hier, ik ben op zoek naar koalas. Koalas. Jongens, ze hebben hier geen koalas volgens mij. Nee. Nee, jammer. Nou, daar gaan we, jongens. Ja. Oh, jongens. Kijk eens even. Nou, Jesse die vermaakt zichzelf wel. Oké, nou we gaan nu dit doen, jongens. Wie gaat het allemaal doen van ons? Wij allemaal. Allemaal? Oké, nou daar gaan we, jongens. Oké, nou het enige waar ik bang voor ben is dat als ik val, dan valt de camera met me mee. We gaan het zien, jongens. Nou, Sammy. Nou, Sam is niet bang, jongens. Jesse, pas op voor je camera, hè. Nou, daar komen ze aan, hoor. Sam zonder moeite. Jesse die is vooral bang dat zijn camera valt. Oh, niemand is eigenlijk bang. Kijk, Pip die loopt ook gewoon alsof het niks is. Ja, alleen mama die... Ja. Wow, Pipje. Ja, en... Goed zo. Nou, mama nog. Ik zeg... Vallen. En... Woe. Nou, we zijn nu dus in de jungle. We zijn even omgekleed. Kijk, want dan gaat het... Kijk, in Mexico loopt je natuurlijk niet met een dikke jas aan. Oh. Oh, grap van de dag, jongens. Nou, Jesse is ook omgekleed. Oké, dit is wel een spannend stukje. Vorige keer ging het helemaal verkeerd hier zo. Sam. Nou, hij gaat echt vallen, jongens. Oh ja, vang. Ja, daar glijdt toch ook uit. Ja, loop maar naar de volgende.
Yeah, Pipje! Kijk eens jongens, we zijn hier aangekomen bij de echte flessenvis. De beste op Kaam. Die krijgt zijn naam omdat hij over op een fles lijkt. Zie je, die drijft daar zo. Ja. Aan de achter zie je de zakvis. Ja. Die lijkt heel veel op een zak. Ja. Nou, we hebben hier nu een plekje gevonden. Zou, als we hier zo, zeg maar, hier een foto van maken, zou dit heel echt lijken, deze achtergrond, denken jullie, of niet? Ja, we moeten hem wel weghalen. Oh, Jesse, die... Ja, dat is de grond, maar dat maar dan is... Dan moet je van onder. Je hebt nu 777 foto's gemaakt, klopt dat? Ja. Ja, op zich, als je het plafond wegdenkt, lijkt het wel echt. Ja. Batterij bijna leeg. Ah, top. Even kijken. Doe je nog eentje met flits, want het is een beetje donker in Mexico. Ja. Nee. Oké, nou deze gaan we op Instagram plaatsen, hè? Wat? Er zijn één met flits. Oh, sorry, het spijt me. Dit lijkt wat echt hoor, jongens. Of niet? Ja! Ik ben de koning van de poep! De koning van de poep? Yes, jongens en meisjes, hier in Mexico hebben ze de grootste aquarium ter wereld. Kijk eens, het gaat maar door, het gaat maar door. Wow, dit is vet. Oh! Pip, hij zegt Pip aan het uitdagen. Ja. Ga maar staan, Pip. Ga staan. Oh, hij vindt je echt leuk. Kijk dan, jongens. Deze vis, die zoekt gewoon echt contact met Pip. Ja. Misschien kent hij al wel van YouTube. Ik weet niet of ze in Mexico ook... Hij gaat ook echt Pip achterna, jongens. Nou, wat gek. Oh, wat schattig, jongens. Roos, wat gek hè, dat hij bij Pip blijft. Ja. Een kusje geven, Pip. Misschien wil hij een kusje zo. Oh, en misschien wil hij wel een kusje van je. Oh, dat vond hij. Dat was grensoverschrijdend gedrag. Ja, hij wil geen kusje. Zeg maar doei, Roos. Nou, we weten niet wat Pip met vis heeft, maar die vissen die. Kijk, die blijft anders over jou. Ja, wil je me hebben? Ja, ik kan hem moeilijk even meenemen, schat. Hoe kan het dat al die vissen bij Pip blijven? Kijk, dat wat schattig. We gaan nu? Naar de haaien. Ja, we gaan naar de haaien. Kijk hoe het ook bij Pip blijft. Nou, we komen nu bij de lichtgevende vissen. En volgens mij hebben alle vissen een lampje uitgedaan, want ik zie echt helemaal niks. Oh. Dat is gek. Wow, Pipje. Ik heb dat zo zien. Zo vragen of we mogen aaien. Ja. Dan kan ik niet paaien. Oh. Nee, gewoon inzwemmen. Oké, jongens, waar zijn we nu? In de El Toro Caves. De Caves, de El Toro grotten. Ja, waar zijn we? In Mexico. In Mexico. Hier ben je ingevallen. Ja, hier ben ik ingevallen, jongens. Als ik hier lopen. Van Mexico. Binnenkort allemaal te zien in onze video van onze vakantie in Mexico, jongens. Ja, super. Nou, dit is ook wel echt een foto om te doen alsof we in Mexico zitten. In de grotten van Mexico. Ja, even naar mama kijken. Mama die maakt een foto. En die gaan we dan ook op Instagram zetten. Ja, super. Ja. Hey Sam, pas op je hoofd. Pas achter je. Bij de pegel in je hoofd. Ja. Maar denk jij dat de mensen op Instagram, gaan ze erin trappen dat wij in Mexico zitten, ja of nee? 50-50. Oh, dat vroeg al niet, 50-50. Wat denk jij, Jesse? Hoeveel? Ja, je moet kiezen. Ik denk ook 50-50. 50-50, echt helemaal niks aan. Pip, ja. Pip, gaan de mensen op Instagram denken dat wij op vakantie zijn in Mexico, ja of nee? Ja. Ja? Wat denk jij, hè? Ik denk van wel, ja. Kijk eens wat er is, Pip. Het is een ringslang. Ja, slangen, jongens. Nou, zoals jullie weten, Pip is helemaal gek van slangen. Hij is niet gek. Nou, hij is niet gek. En daar wil ik zelf ook heel graag slang kopen, maar ja. Oké, nou, Sam vond dit ook een leuke plek. Sam, dan moet je hier gaan staan. Wat gebeurt eigenlijk als je rippelt? Ja, dan moet je rennen voor je leven. Kijk, daar liggen nog allemaal botten van iemand die het niet overleefd heeft. Zie je dat? Daar. Dat is iemand die was in ieder geval, die hebben ze opgegeten. Hiervan? Ja, daar hebben ze de bot ook opgegeten, denk ik dan. Net zeg je ook. Nou, besef jongens, we willen even wat gaan drinken, maar we zijn de weg kwijt hier in deze woestijn. Dan hebben we Jesse, die is onze gids en die weet het wel even. Ja, gaan we goed Jesse, of heeft ze iets van... Ik heb het idee dat we hier al weken lopen, jongens. Ik trek het niet meer.
En je hebt het meest gevaarlijke dier hier zo. Ik zeg, ah, Sam! Oké, nou we gaan heel even lekker wat drinken. En dan zag ik denk om nog een laatste foto te maken voor op Instagram. Dat is zeg maar dat we hier zo in Mexico even lekker op het terrasje zitten, toch? Ja. Dat is wel iemand met een dikke jas aan. Ja. Pip met een dikke sjaal aan. Oké, nou we hebben zojuist nog een hele leuke foto gemaakt. Ik denk dat we nou genoeg foto's hebben, of niet? Volgens mij wel. Nou wel, hè? Ja. Kom je? Oké. De kind is niet bang, hè? Ja, yes, jongens en meisjes, nou het zit er weer op. Nou, we hebben een aantal foto's gepost van... Mexico. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie erin waren getrapt. Ja. Helaas zitten we niet in Mexico, zitten we gewoon in Nederland. En, maar goed, ja, sorry, het was gewoon een grapje van ons. Ik ben heel benieuwd of jullie erin waren getrapt, dat jullie dachten dat we echt in Mexico waren. Was het maar zo. Was het maar zo. Maar we zitten lekker in Nederland bij 5 graden. We zijn nooit echt op vakantie geweest, ja, alleen Cyprus. Ja, dat Cyprus. Dat is onze enige vakantie in ons hele leven. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Dat ja. Dus was jullie denken, eens. Omdat jullie YouTubers zijn, gaan jullie waarschijnlijk elke keer naar op vakantie. Dat is bijna 7 jaar geleden geweest dat we echt op vakantie zijn gegaan. Eigenlijk, want we zouden naar Dubai gaan, we zouden naar de Canarische eilanden gaan, want het is elke keer was weer dit, dan was weer dat. Ik hoop dat we binnenkort echt een keer op vakantie kunnen gaan, dat we eindelijk een keer een lekkere vakantie, lekker warm land, lijkt me wel lekker. Ja, dan kunnen jullie meenemen in onze video's. Ja, nou, maar voor nu zaten we dus zogenaamd in Mexico. We gaan nu lekker naar huis toe. Bedankt voor het kijken, als er nog geen abonnee zijn. Zeker abonneren! Tot de volgende keer! Doei!